connected. Channel switched. Hey mama. Hey mama. Hey, waarom hoor ik een echo op dit panda? Ik zit op mijn laptop. Ik heb speakers staan. Sorry. Oh jee. Dat is echt erg. Jongen. Gaat het niet lukken? Jawel. Ben ik even bezig geweest in plaats van Twitch YouTube account aangemaakt. Maar met die beeldverhoudingen zie ik je daar net zo. Livestreamen op YouTube is dubbel zo erg. Is dat zo? Ja. Hoe bedoel je? Je kunt heel moeilijk een stream vinden op YouTube. Ja, bijvoorbeeld. Je kunt heel slecht publiciteit maken erop. Video's plaatsen heeft wel heel veel zin, dat wel. Wat? Video's plaatsen, dus eigenlijk kun je beter op Twitch streamen en video's op YouTube zetten. Zoals we altijd doen, toch? Nou, maar weet je wat er bij YouTube is? Als je bij YouTube streamt, wordt het automatisch bewaard en kan het automatisch tot 4 uur naderhand kan iemand dat bekijken. Ja, dat is wel. En dan hoef je niet eens iets te uploaden of zoiets, maar alleen als je streamt. En je kunt terugkijken, dat is een mooi voordeel. Ja. Maar ik weet niet, als je livestreamt 2 uur, wie dat helemaal terug gaat kijken. Ja. Dan kan je een beetje de hoogtepunten eruit halen en dat op YouTube zetten. Ja, dat is juist wat de meesten doen, hè. Daar verdien je geld mee en daar verdien je de publiciteit mee. Nou, de enige manier om daar geld mee te verdienen is, dan moet je eerst zoveel abonnees hebben. Oh, no. Nee, kijkers. Nee, abonnees. Ja? Ik heb net bij de instellingen, toen ik het aangemaakt heb, dingen bijgelezen wat je kan doen. Je moet eerst 100 abonnees hebben. Ja. Maar het is eigenlijk hetzelfde als followers. Doe je het voor het grote geld? Nee, ik doe het niet voor het grote geld, want daar verdien ik er toch niet mee. Dat is ook wat verder. Maar ik wil eens even één battle starten en eens even kijken hoe het bij YouTube gaat. Of als de vertraging daar ook zo erg is of als het daar beter is. Streamen werkt veel beter op Twitch. Je hebt daar veel minder problemen. Nou, de ene keer heb ik bij Twitch echt dat er echt lang vertraging bij zit. En de ene keer zat er maar 2 of 3 seconden vertraging tussen. Daarom. Maar wat je dan problemen hebt bij, hoe heet het? YouTube, is dat als je de chat openhoudt, dan gaat de hele screen kapot. Bij meerdere gevallen. De chat is daar heel zwaar. De chat is heel zwaar daar. Oké, ja. Wat hebben we? Ik heb een flauw die bas was. Ah, oké. Het is heel zwaar, hè? Ik heb echt me dood soms, hè, aan deze muis. Het is gewoon echt. Soms zit er een. Gaat hij alleen maar door met slaan. Heel fijn met mijnen. Heel fijn met dingen kapot maken. Maar als je die nodig hebt, dan is het echt. Nou, oh, lekker met mijn A44 op Overlord. Nou, weet je wat het nadeel is van ook van de YouTube? Als je niet meer dan zoveel followers hebt, kan je niet je eigen URL eraan geven. Dus heb je een hele rare URL-naam. Wat is URL? Dat is de website. Website link naar je page toe. Ja, dus die net. Dus eigenlijk is het hetzelfde als Twitch, maar twitch.com/ en dan jouw naam. Dus je kunt niet gemakkelijk publiceren, doe je dat?
Ja, kan wel, maar dan moet je die URL moet je publiceren, zeg maar. Maar dat is een hele aparte, rare naam. Niet, en daar kan je geen bad boy of zo inzetten. Dat kan pas als je zoveel abonnees hebt of zo. Dus dan pas kan je je eigen URL aanmaken. Ja. Alleen het voordeel van YouTube is dat je wel daar gewoon mijn eigen naam kan gebruiken. Badboy 1966 bijvoorbeeld. Terwijl dat bij Twitch weer niet kan. Dat kan wel, maar je blijft bij mijn eerder account. Nee, als ik Badboy 1966 invoerde, was het geen geldige URL. Mag geen cijfers gebruiken. Iemand heet Badboy 1966. Ja, dat kan maar eentje zijn, dat ben ik. Maar eentje Twitch heet zo. Ja, het kan best zijn dat ik al een keer eerder een Twitch account heb aangemaakt, maar ik weet het zo niet meer. Nou, als je de e-mailadres nog weet, kun je me overnemen. Is dat zo? Ja. Dus ga bij Twitch. Dan zeg je anders moet jij... Kan jij bij Twitch Badboy 1966 vinden dan? Even zoeken. Ik moet zeggen dat de vertraging bij YouTube minder is als bij Twitch. Ja? Dat is raar. Normaal is het niet zo. Frans, ken je Marktplein? Wie? Marktplein. Marktplein, ja. Dat is een bekende YouTuber, je weet wel. Dat is zoals PewDiePie. Oké. Die heerst zo wat over YouTube, van 50 miljoen tot 41 miljoen aan subscribers. En ik heb een keertje meerdere keren hun livestream bekeken. Ja. En die zijn zo traag en de chat die is helemaal kapot, want die wordt helemaal volgespamd, die kunnen niet meer lezen en het vertraagt je computer aanzienlijk. Maar je kan het chatgebeuren ook uitzetten of restricteren tot alleen maar degene die je volgen bijvoorbeeld, hè? Je kan het bij de instellingen kan je het op privé zetten, maar je kan het ook zo zetten dat het alleen maar degene zijn die abonnee bij je zijn. Ja, klopt. Maar voor de kijker is het heel erg lastig. Maar ik moet zeggen dat het geluid via YouTube eigenlijk een stuk duidelijker en harder is als via Twitch. Kunnen we in OBS aanpassen? OBS. Wat is ermee? Moet je hem daar aan zetten, het geluid. Ja, maar OBS had ik het geluid daar ook wel ingesteld. Alleen ik heb nou niks veranderd. Ik heb alleen in plaats van Twitch heb ik veranderd naar YouTube. En de stream is het geluid veel harder. Ik heb geluid bijna op nul staan en zelfs dan hoor je het nog hartstikke goed. Oh, fijn dat je niet hoort. Oh shit, mijn engine is er gewoon uitgeschoten. Eén schot van een SU-14-1. Nou hier, Bad Boy 1966. Oké, okay, eens kijken als ik daar... Maar moet je inloggen, zeg je dat gewoon vergeten, als je e-mailadres hebt weet. Ja, dat kan 1, 2 of 3 e-mailadressen zijn, dus daar kom ik dan voor zelf achter. André, heb je die sugarcane? Kun je hem eentje geven? Eentje. Zek! Zek is voor jou. Ik heb 22 FPS, wat heb jij André? 50. Fuck me man. Wat zitten jullie te doen dan? Minecraft. Oké. Okay. Ja, Minecraft is op zich best nog wel een zwaar programma. Wat? Nou, installeer Optifine. Je hebt echt veel beste FPS. Ja, ga ik het downloaden, man? Jongen. Maar het regent bij mij. Dus. Mijn kameraad vraagt het ook als ik Minecraft wil doen, maar dan moet ik eerst Minecraft zelf gaan kopen en daar heb ik eigenlijk geen zin in. Ja, als jij dit had gekocht voor de Windows, had gekocht. Hè? Opgekocht. Windows was een tijdje gratis geweest. Nee, natuurlijk niet, nou, dat was het 20 euro. Maar nu is het gewoon 25 euro, man. Ja, dat was het voor 20, ja. Was het gratis? De Windows 10 versie was gratis bij de Windows 10 Lounge. Wauw. Maar de Windows 10 versie en de normale Minecraft versie zit een verschil tussen. Ja,
Ja, want de Windows 10 die loopt waar. De Windows 10 die is dezelfde als de telefoon, de Pocket Edition. Echt man? Dat is echt zo slecht. Echt, die A44 is zo slecht met emen. Dus ik kan beter normale kopen, want ik heb alle servers wel. Wees vrij om met ons mee te doen als je Minecraft hebt. Ja, maar ik heb geen Minecraft. Moet ik het eerst kopen? En... Als je het hebt, maar mag je best meedoen. Ik zat al te kijken als ik een gekraakte versie kon vinden, maar... Oh jongens, nee, niet weer. Maar dan kan je alle servers laten toe, hè? Klopt. Nee. En jouw account wordt er ook niet opgeslagen, of wel? Jawel. Ja? Ik heb ook een crack versie van 1.8 te staan. Ik heb heel lange tijd met crack gespeeld en ik moet zeggen dat je dan tot een bepaalde update kan gaan. Ik heb 1.8 crack nog. Ik heb van het begin nog, van 2014 of zo. 1.7. Dit is al van het eerste schooljaar. Ja, dat is 1.7 volgens mij. Ja, toen. Die Minecraft? Dat toen we bij mij thuis deden. Je kon niet snel vliegen. Nee. Je kon niet rennen. Dat is echt. Dat is dikke shit. Dikke shit. Wessel, het sneeuwt. Sneeuwt het bij jou? Ja, hier sneeuwt het. Meen je niet. Ja, kom hier. Dan hebben we zo meteen een sneeuwdakje. Nee, kan niet. Nee? Waarom sneeuwt het hier dan? Wat? Als je op een bepaalde hoogte... Hey. Hier ligt... Dit is Tiger, waarom is het nog Tiger? Volgens mij zit iemand anders in wereld. Oh, dit is wel mushroom. Oh, dat is niet het hele eiland mushroom. Lol. Ja, maar je ziet hier geen sneeuw. En zelfs als dit is Tiger. Als dit Tiger is, dan moet er sneeuw vallen. Wow. Weet je wat de pad is? Als ik die link voor jou open, dan ga ik automatisch naar de Bad Boy rang X en dan staat er onder Bad Boy 1966. Nee, wacht even. Oh nee, wacht. Dus, nee, ik zie het verkeerd. Je bent echt ingelogd van Bad Boy. Ja. Oké, dan ga ik eens even kijken. Het account bestaat. Ja, dat is gewoon mijn account denk ik. Stream stoppen.